Minecraft, naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een video over mijn top 5 favoriete felle lipsticks. Dus echt van die felle kleuren, dus die echt gewoon heel erg fel zijn. Dus dat leek me wel gewoon leuk om te doen. Dus ja, welke ik nu draag. En dat is namelijk van Essence in nummer 01 Coral Calling. Oké, hij is niet heel fel, maar toch, ik vind hem wel toch wel fel. En dat is gewoon deze kleur dus. En ja, ik vind hem echt een prachtig kleurtje. Dus, en ik heb hem al heel veel gebruikt, zoals je ziet. En ja, en de tweede, en dat is namelijk deze van Hema, de Soft Matte Lip Balm. Dit is echt een fel kleurtje. Ik ga hem nu even opdoen voor jullie, want dit is ook wel leuk. En dit is trouwens 06, dus het is echt een heel erg fel kleurtje. Ik zal hem even opdoen. Ik gebruik nu een spiegeltje van de Primark met een mopshondje erop. Trouwens, dat is ook wel heel leuk. Ik doe hem nu op, dus ja. En dit is met mijn stift dus. En dat is mooi. Alleen ik kan niet heel erg goed bij mijn mond komen. Want ik heb nu een elastiekje. En dat zie je nu wel als ik een beetje Oké, dit is de kleur. Het is echt een fel kleurtje. Ik vind het best wel leuk eigenlijk. Het is fel, maar toch. Ik draag het niet echt veel of zo. Maar echt, ik vind het wel best wel leuk ook. En het is gewoon van Hema dus. En deze is trouwens 3,50 en deze is trouwens ook van de kleur. Deze is trouwens gewoon iets van 2,30 of 2,40. Dat is ook echt een super aanrader. Deze ook en deze van Essence en dit is nummer 04 on the catwalk. En dit is echt een super fel. Ja, het is een beetje rood, maar toch iets minder rood. En ja, je herkent hem misschien wel van een paar video's van mij. En het is echt een super mooie kleurtje. Die ga ik ook dus opdoen. En ik draag dit soort tinten niet zo heel vaak, maar ik vind het wel heel leuk. En dus deze tint is gewoon rood. En ja, ik vind zelf echt als felle rood gewoon niet zo mooi, maar dit wel gewoon. En dit is gewoon echt een aanrader, dus dat is die. Deze lipstick en deze is van Miss Fortune, dus nummer 38 I Love. Dit is echt een hele erge felle kleur. Ik vind hem zelf wel erg leuk. Maar het is een beetje een koele ondertoon. Ja, dat dus. Maar het is echt een heel erg fel kleurtje. En je zou misschien denken van, wat zal nou weer voor een kleur flippen. Maar dat is dan dit dus. En ik moet deze gewoon meer gaan gebruiken. Het ziet er trouwens echt raar uit. Als ik dus aan de ene kant wel lipstick op heb en aan de andere kant niet. Dit is echt heel erg fel. Het is nog feller dan. Het is iets minder fel dan deze van de Hema. Maar dit is ook wel echt een fel kleurtje. En deze lipstick is in ongeveer 2,50 of misschien 2 euro of 3 euro. Dus ook geen geld. En ja. Trouwens, die lipstick van Essence van net. En die is trouwens namelijk 2,40 geloof ik. Deze ook, dus 2 euro of 3 euro. Dus dat is echt een aanrader. Deze dus, en dat is dus van Catrice. En dit is nummer 140 Pinkerbell. Dit is ook wel een fel kleurtje, maar er zit toch wel een blauwe ondertoon tussen. Blauwe ondertoon. Een blauw, soort van blauwe glans tussen, als je het ziet. Als je het ziet. Wel, goed Nederlands. Maar dat is gewoon deze, en ja. En dit vind ik echt een super leuk kleurtje. Oké, het is best wel fel. Maar ik vind het toch wel gewoon heel erg leuk. En dat is gewoon die. En ik vind ook met felle kleuren. Komen je lippen ook. Ja, lippen. Nee, je tanden gewoon wat mooier over. Dus gewoon wat witter en zo. Dus echt super leuk. Ja, dit was dan heel mijn video. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En dan doe ik het misschien nog een keertje, want ik vind het wel heel erg leuk. En ik heb eigenlijk nog meer felle kleurtjes. Dus dat ga ik misschien in een deel 2 doen. En dus laat het achter in een video. In een reactie. Dus ja.